In deze video ga ik je kort uitleggen wat je als administrator moet doen om gebruikers te migreren naar Webex. Ga naar callconnect.proximus.be en klik op de knop Login. Ben je je wachtwoord vergeten? Klik dan op Forgot Password om deze opnieuw in te stellen. Geef onder het veld Username je admin-gebruikersnaam in. Die kan bijvoorbeeld beginnen met admin cld of clc underscore, gevolgd door een reeks cijfers. Je vindt deze terug in de e-mail die je hebt ontvangen bij de oorspronkelijke activatie van Call Connect. Klik hierna op Submit. Er wordt je nu een e-mail toegestuurd met een link om het wachtwoord opnieuw in te stellen. Klik op deze link om automatisch uit te komen op de pagina waar je een nieuw wachtwoord kan kiezen. Je krijgt onmiddellijk een bevestiging dat het wachtwoord is bijgewerkt. Voer nu je gebruikersnaam en nieuw wachtwoord in om toegang te krijgen tot het Call Connect administratieportaal. Op de eerste pagina van het portaal krijg je een overzicht van je Call Connect licenties. Klik links op het kleine pictogram Accounts om de lijst met gebruikers te openen. Typ vervolgens de naam in van de gebruiker die je wil migreren naar Webex en selecteer hem in de lijst. Onder het tabblad Details moet je ervoor zorgen dat deze gebruiker een persoonlijk en uniek e-mailadres heeft. Voeg indien nodig een nieuw e-mailadres toe. Dit e-mailadres zal individueel gebruikt worden als loginnaam in de Webex-app. Opgelet, er kan dus geenzelfde e-mailadres zijn voor meerdere gebruikers. Druk tot slot op de knop Save om je aanpassingen op te slaan. Zodra de update van het e-mailadres is geaccepteerd, kan je naar het tabblad Webex Account gaan en daar klikken op de knop Migrate. Het verschijnen van het groene scherm duidt aan dat de migratie is voltooid en dat Webex is geactiveerd voor deze gebruiker. Deze kan nu de Webex-applicatie op de PC en smartphone gebruiken door in te loggen met het e-mailadres en diens Call Connect gebruikerswachtwoord.